PSV won afgelopen zaterdag van AZ. Net als in de twee seizoenen ervoor werd het in Alkmaar 2-4. Toch schoot de ploeg van Philippe Cocu er niets mee op, want Feyenoord en Ajax wonnen ook. Uitblinker bij PSV was Jetro Willems, die twee doelpunten wist te scoren binnen 5 minuten. Nou, Jetro Willems maakte een geweldige indruk afgelopen zaterdag. Ja, het is mooi van die jongen. Hij heeft natuurlijk een lastige periode gehad na zijn blessure. Ja, toch een speler eigenlijk waar je soms van houdt en waar je soms echt een hekel aan hebt, omdat hij lichtzinnig is. En andersom ook briljante dingen kan doen. Dus ja, natuurlijk ook een speler die eigenlijk gewoon in het Nederlands elftal hoort te staan met zijn kwaliteiten. Alleen ja, de vraag is dus of het nu over is, hè? De lichtzinnigheden en het concentratieverlies tijdens de wedstrijden. En ja, vorig jaar kreeg hij toch ook een beetje de wind van voren. Hè? Omdat hij, ja, de vraag was of hij alles op alles zet om zijn hoogste niveau te halen. En ja, het lijkt erop dat we nu een andere Jetro Willems zien. Maar ja, we zullen moeten afwachten hoe consistent dat is. Jurgen Locardia trainen vandaag weer voor het eerst volledig mee. Wanneer is hij weer inzetbaar? Ja, dat gaat wel de goede kant op. Maar ja, goed, Locardia ligt er toch bijna een half jaar nu uit. Dus ja, je kunt daar geen wonderen van verwachten. Ik denk dat hij bij Jong PSV NAC misschien wel kan aansluiten 20 februari. Dat ze misschien hem dan al voor de leeuw gooien. Dat hij dan een halve wedstrijd zou kunnen spelen. Ja, lukt dat niet, dan zal hij de Kuip normaal gesproken niet halen. Hè. Over 2 weken is Jong PSV NAC. Hij traint nu vanaf vandaag voor het eerst echt met de groep mee, helemaal. Ja, normaal staat daar 1 week of 2 voor, dus misschien haalt hij dat, hè, 3 kwartier Jong PSV NAC. Ja, dan zou hij heel misschien nog een rol kunnen spelen in de Kuip als invaller. Want een week later is Feyenoord PSV en dat wordt natuurlijk een hele beslissende wedstrijd. Ondanks dat de achterstand van PSV niet kleiner is geworden, was de stemming op de hertgang maandag meer dan prima. Thank you.